De inschrijving voor de eerste Gijs Verdik Memorial moest al snel worden gesloten. Het maximum van 500 deelnemers verschijnt aan de start. Velen van hen herinneren zich de wielrenner nog, die vorig jaar mei op 21-jarige leeftijd overleed na 2 hartaanvallen. Ja, hij was gewoon een hele talentvolle renner. En vorig jaar toen hij overleden was, was echt wel best wel een schok hier in de wielercommunity, zeg maar. En ja, ik vind het mooi dat ze dan hier in Lochem ter ere van hem nog een tocht organiseren. Ja, het is toch heel mooi dat ze een jongen die ook dit werk graag deed, dat ze op die manier herdenken. De tocht gaat over onverharde wegen rond Lochem. Op dit soort parcoursen trainde Gijs Verdik vaak. Ik hoorde van zijn moeder dat hij zo genoot van zijn trainingen. Dat hij soms foto's stuurde van wat wonen we toch mooi. En dat vind ik zo bijzonder. Ik krijg er nu ook gewoon kippenvel van dat zijn jongen die hier geboren en getogen is, nog steeds oog heeft voor de details van het landschap en van de schoonheid van het landschap. Je kunt dan op die manier de naam in beweging houden, rond laten gaan. Ja, dat is wel iets waar je iemand mee kunt eren. Ja. Het levert mooie plaatjes op in de Achterhoek. En het is ook weer eens wat anders dan koersen op de gewone weg. Je rijdt het hele jaar vlak, dus eigenlijk wel leuk om nu een beetje onverharde dingen te gaan doen. Ja, we hebben al wekenlang gediscussieerd welke fiets, welke banden. En het zal vandaag blijken wie gelijk heeft. Het is de bedoeling dat de Gijs Verdik Memorial een jaarlijkse traditie wordt.